Hallo allemaal, ik wilde graag deze presentatie met jullie delen. Dit gaat over eigenlijk geschiedenisonderwijs en Web 2.0, maar het gaat ook redelijk algemeen en over zeg maar, gebruik van ICT in de les. Die heb ik afgelopen schooljaar gegeven aan studenten van de hogeschool in Utrecht. En ik zet hem nu ook voornamelijk online voor mijn collega's, maar misschien zijn er nog meer mensen geïnteresseerd in wat ik hierover te zeggen heb. Wat ik altijd graag wil doen is dat ik veel concrete voorbeelden laat zien. Dat heb ik hier ook gedaan. Nou, wie ben ik eigenlijk? Ik ben, zoals je mijn naam ook al ziet, Jelmer Evers. En ik geef geschiedenis op UNIC. Dat is een school met vernieuwend onderwijs, waar ook alle leerlingen ook computers hebben. En het is ook een hele fijne school ook om les te geven. Dat vind ik echt een voorrecht. En wat je hier verder ziet staan, als je wat meer informatie over mij wilt hebben, is dat je me via Twitter bijvoorbeeld kan volgen of via deze QR-code kan je ook naar mijn blog toe. En dan maak je een fotootje van en via je smartphone en dan kom je daar ook terecht. Dat heeft ook weer mooie toepassing in de les, die QR-codes. Je kan helemaal een soort van schattenjacht, een scavenger hunt kan je er bijvoorbeeld mee doen. Daar ga ik verder nu niet op in, maar het is ook weer wat voorbeelden van hoe je ICT in de les kan gebruiken. Nou, wat ik bij het college heb gedaan, is gelijk ook informatie over die studenten verzameld. Ik heb ze dan ook de vraag gesteld van wie zijn jullie eigenlijk, wat weten jullie nou eigenlijk? En ik heb ze dan deze informatie ook teruggegeven. Dat heb ik via Google Forms gedaan, dat is een onderdeel van Google Docs. Dat is die suite van tools die Google heeft gemaakt, die je ook gratis kan gebruiken of via Google Apps for Education. Dat is heel handig om te doen. Nou, er komt heel mooie informatie komt hier uit. Hè. Vroeger moest je hier enorm veel moeite voor doen om dit naar voren te krijgen. En nu met een paar klikken op de knop, een paar klikken in een spreadsheet en een form, heb je deze informatie zo, krijg je die zo ineens op je beeldscherm te zien. En dat kan je natuurlijk gewoon met de les van tevoren doen aan leerlingen en aan ze teruggeven achteraf. Wat ging er goed in je les, wat gaat er niet goed in je les, wat vonden ze leuk om te doen, nou ja, allemaal dat soort dingen. Voelden ze zich veilig in de les? Nou ja, je kan heel veel voorbeelden natuurlijk voor bedenken. En dat geeft je natuurlijk weer heel veel mogelijkheden om je onderwijs te verbeteren. En je kan ook de leerlingen dit meegeven als ze zelf iets van kwantitatief onderzoek moeten gaan doen. Dan kunnen ze het ook gaan gebruiken. Maar vroeger had je hier pen en papier voor nodig, formulieren, nou, enorm veel verwerkingsmogelijkheden. En daar had je de tijd niet voor. En een van de revoluties, ICT-revoluties, is dat dit soort dingen dus wel mogelijk zijn. En ook in het onderwijs. En er wordt natuurlijk gewoon helaas veel te weinig gebruik van gemaakt. Nou, ik heb het al even. Dit zijn wat andere voorbeelden. Ik had dan ook in het college ook een soort van backchannel wilde ik maken via Twitter. Backchannel is dus dat ze gewoon commentaar kunnen geven via bepaalde online tools. Nou, bijvoorbeeld zoals Twitter. En daar gebruik ik dan een hashtag voor en volgen ze die hashtag. Dat heb ik ook al in de les gedaan. Het werkte bij het college niet zo goed omdat iedereen nog niet een Twitter-account had. Maar het was in ieder geval wel een mooi idee. En hier bij Socrates bijvoorbeeld kan je mensen ook bevragen, ze kunnen stemmen, je kan iets aan een enquête houden, dat ze bepaalde antwoorden moeten geven en daar weer over gestemd kan worden. Dat is een hele mooie tool, Socrative. En zo creëer je dus een soort van online kanaal waar je, wat weer ook een extra toegevoegde waarde geeft in de les. Nou, dat waren gewoon wat ook concrete voorbeelden die ik zich gelijk in de praktijk heb laten zien en die je dus ook gewoon in de les gelijk kan toepassen. Er is volgens mij, en dat idee heb ik niet zelf bedacht, maar ik ben ook wel zelf ook wel tot die conclusie gekomen dat er een revolutie gaande is in het onderwijs. Al veel langer in de samenleving en die wordt onder andere ook aangestuurd door ICT, denk ik. Waardoor het onderwijs echt fundamenteel kan gaan veranderen. Daar ga ik zo meteen wat dieper op in. Maar het bekendste voorbeeld natuurlijk van dat idee is van Sir Ken Robinson. Ik zal even een heel klein stukje laten zien. En kan je dat ook vooral even aanraden. YouTube kanaal van RSA Animate staat hij. En nou, het is een prachtig verhaal. Het is erg grappig ook. En bekijk het vooral. Hier is even kort het begin. Every country on earth at the moment is reforming public education. There are two reasons for it. The first of them is economic. People are trying to work out how do we educate our children to take their place in the economies of the 21st century. How do we do that? Given that we can't
anticipate what the economy will look like at the end of next week, as the recent turmoil is demonstrating. The problem is they're trying to meet the future by doing what they did in the past. And on the way, they're alienating millions of kids who don't see any purpose in going to school. The problem is that the current system of education was designed and conceived and structured for a different age. It was conceived in the intellectual culture of the Enlightenment and in the economic circumstances of the Industrial Revolution. Goed, ik denk dat Ken Robinson terecht stelt dat er een revolutie gaande is in het onderwijs. En dat die ook met name ook samenhangt met de woord vrijheid die je hier ook ziet. En we zijn niet meer gebonden aan boeken, aan een klaslokaal, noem maar op. De leerling is nu, kan nu redelijk vrij zijn om zijn eigen leerproces in te vullen. En wij als docenten stellen natuurlijk wel bepaalde eisen. De maatschappij stelt wel bepaalde eisen. En dat blijft gewoon ook staan. Maar hoe ze uiteindelijk aan die eis voldoen, daar zijn veel meer mogelijkheden voor. En dat is met name de revolutie, denk ik, die er in het onderwijs aan zit te komen en al gedeeltelijk aan de gang is. Nou, wat je ook ziet is dat ICT, wat heel belangrijk is ook voor de motivatie. Er zijn ook veel meer mogelijkheden, daar kom ik zo nog even op. Maar ook met name dat ook aansluiten in een belevingswereld. Veel van onze leerlingen zitten nou helemaal op social media, Facebook en Twitter, ze werken met al die tools, zit veel online. En dat leidt ook veel af, maar je kan er ook voor zorgen dat ze er ook gaan leren juist ook. Hè. En ik denk dat het ook heel goed is dat je ook daar naar leerlingen toe gaat, waar ze zich ook thuis voelen en dat dat ook alleen maar het leerproces bevordert. Ik denk dat wij dat allemaal hebben. Wat dat betreft kan een klaslokaal best wel eens een onnatuurlijke situatie zijn. En, ik denk dat je de leermogelijkheden zo optimaal mogelijk moet maken. En ICT speelt daar dus een rol in. Het biedt de mogelijkheid tot echt samenwerkend leren. Als je bijvoorbeeld dan Google Docs weer als voorbeeld neemt, dan is het heel mooi om te zien om als leerlingen daar met Google Drawings, met Google Docs zelf, in no time een document in elkaar zetten. En daar ook hebben ze een chat openstaan. Ze hoeven niet eens bij elkaar in de ruimte te zitten om dat allemaal te gaan creëren. En dat heeft ook veel meer, het is nu echt veel meer real-time, echt leren met elkaar, samenwerkend dingen in elkaar zetten dan daarvoor. Didactische verbreding, ik noem net al bijvoorbeeld al YouTube, maar bijvoorbeeld ook mindmapping tools, video's maken, presentaties, noem maar op. Daar komen zo nog wat meer voorbeelden van, maar dat is veel meer dan dat we hier vroeger, noem maar even, een stukje tekst lezen, vragen maken, noem maar op. En natuurlijk maakt hij al veel meer gebruik van, een goede docent in ieder geval, van veel meer, een hele brede didactiek, maar het is alleen nog maar breder geworden. Leren op afstand, zoals ik al net zei, dat heeft te maken met die vrijheid. Je hoeft niet meer per definitie in een klaslokaal te zitten. Je kan wat je noemt flip in the classroom, wat ik nu ook met die video's doe, is dat je gewoon inderdaad de eerste presentatie op YouTube zet en dat als huiswerk opgeeft en dan echt gaan oefenen met bepaalde dingen in de klas zelf. Ik denk dat het veel zinvoller is. En één op één, dat passend onderwijs, dat leerlingen echt onderwijs op me aanbieden. Uiteindelijk moeten leerlingen op een bepaald niveau komen, dat is en terecht ook. Maar de manier waarop ze er komen kan heel verschillend zijn. Als een leerling het fijner vindt om inderdaad meer via video gericht te leren of minder klassikaal gericht te leren, dan biedt ICT die mogelijkheid ook. Dus we moeten helemaal niks, maar je kan weg van het oude klassikale onderwijs. Ik ben er een groot voorstander van. Ik weet dat leerlingen het ook nog heel fijn vinden om klassikaal onderwijs te hebben. Dus je hoeft helemaal niet, het is helemaal geen pleidooi dat iedereen zo moet werken. Maar onderschat die kansen die ICT biedt juist niet en maakt er juist ook veel gebruik van. Wij doen het op school heel veel, ik sta er ook helemaal achter. Ik kan me ook voorstellen dat sommige leerlingen en docenten en ouders dat helemaal niet hebben en dat is ook prima. Maar ik denk dat je dan ook wel een kans laat liggen. Natuurlijk zijn er ook zorgen. Ik heb hier een paar genoemd, je kan er heel veel opnoemen. Bijvoorbeeld de snelheid van verandering. Dit is met name dan ook een zorg bij docenten. Docenten worden vaak uit het oog verloren. Dan komt weer een of andere onderwijshervorming en dat mislukt dan. Waarom mislukt het? Omdat docenten er niet achter staan. Dus je moet wel heel goed rekening houden met die enorme snelheid. Dit zijn mooie cartoons die ik heb gevonden.
over die veranderingen. Deze was geloof ik uit 2007. Nou, je ziet het hier al. Hè? MySpace staat hier heel groot en Facebook staat hier heel klein. Nou, YouTube was net ook een beetje begonnen. Twitter staat hier bijvoorbeeld niet op. Hier zie je het staan. Ja, dus vergelijk die twee maar eens. Dat is een groot verschil. Dus MySpace zou eigenlijk zeg maar, de grote winnaar online moeten zijn. Maar wat gebeurt er? En dat zie je dan hier staan. En Facebook is de grote winnaar van die social media. En waar staat MySpace? Nou ja, dat is een of ander klein landje. Nou, zeg maar Nederland vergeleken met Amerika. Dus die enorme snelheid om dat allemaal bij te houden. En, je moet daar wel ook een bepaalde manier van werken je toe-eigenen. Nou, en ik ben zelf bijvoorbeeld begonnen. Ik ben opgegroeid met computers vanaf heel jong al. Ik heb het ook gewoon eigen gemaakt. Begonnen met de Commodore 64 en zo. Dat je nog met tapejes moest gaan programmeren, dat soort dingen. Ja, voor mij is dat heel normaal, maar ik kan me ook voorstellen dat even collega's nog steeds, en ook heel veel jonge mensen trouwens, die veranderingen wel moeilijk vinden om bij te houden. Dus dat is wel een punt van zorg. Ja, YouTube is nu veel groter. Twitter bestaat nu wel, bestond toen niet. Bij die andere cartoon bijvoorbeeld is nu heel groot. Dit zijn die online games, World of Warcraft bijvoorbeeld. Nou, het maakt ook een heel groot gedeelte uit van het internet. Ja, dat zijn dingen die een enkele jaren geleden er gewoon niet waren. En die is gewoon, dat is een heel groot punt van zorg dus. Ik vind het leuk om te doen, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen dat moeilijk vinden om bij te houden. Dus daar moet je ook gewoon rekening mee houden als je het gaat invoeren ook. Nou, verslaving is dus ook kan een heel groot probleem zijn. En dat is ook een heel groot probleem, denk ik ook. Maar dat geldt voor heel veel dingen. Alcohol, roken, noem maar op. Met goede zeg maar, zorg vanuit de school. En als je er gewoon goed over hebt en dat ook goed in de gaten houdt, dan hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Het is maar net hoe je ermee mee omgaat, denk ik. Maar je moet je wel bewust zijn dat het zo is. En die zorg is er nou helemaal in de samenleving en bij veel ouders met name. Dus zou je daar ook iets van een beleid voor moeten maken. Nou, vervlakking. Dus je ziet hier al staan. The dumbest generation. How the digital age stupefies young Americans and jeopardizes our future. Ja, right. Dat is maar net hoe je ermee omgaat. Hè? Als je gewoon iemand voor de klas neerzet en die gaat 50 minuten een verhaal verhouden, heel saai. Dan leren leerlingen ook helemaal niks. Het is maar net hoe je het aanbiedt, hoe uitdagend je maakt, wat je van de leerlingen precies vraagt. Dat heeft helemaal niks met ICT te maken. Dat heeft puur met de opzet van je onderwijs te maken. Dat idee dat ICT vervlakt. En dat games slecht zijn. En dat films slecht zijn. En dat radio slecht is. Dat hebben we natuurlijk allemaal een keer meegemaakt met allemaal verschillende media. En de digital age is juist ook een uitdaging. En dat leidt helemaal niet tot vervlakking. De enorme hoeveelheid informatie die we tot onze beschikking hebben, dat is ook een enorme kans. Zo zie ik het in ieder geval. Ik leer zoveel meer doordat ik al die informatie tot mijn beschikking heb. Je moet alleen maar met die informatie kunnen omgaan. En als je dat niet doet, dan kan de vervlakking optreden. Maar dat gevaar heb je dus altijd in het onderwijs met hoe je het opzet. Want het heeft veel meer met dus de hele achterliggende systematiek van je onderwijs en misschien je samenleving in geheel te maken dan met het medium zelf. Nou, het medium krijgt vaak de schuld, terwijl dat natuurlijk onzin is. Privacy vind ik moeilijk. Dat is een issue. En ik denk dat grote bedrijven daar om commerciële redenen minder goed mee omgaan. Ik ben een redelijk groot fan van alle dingen die Google aanbiedt. Maar ik ben me ook wel degelijk bewust van alle zorgen die daar omheen zijn. En dat ze daar toch ook een wisselvallige imago aan over hebben gehouden. En terecht. Dat is ook iets waar je bewust van moet zijn. Waar je beleid op maakt. Waar je leerlingen met name ook jongeren heel bewust over moet laten zijn. Want we zeggen vaak wel dat jongeren heel erg digitaal vaardig zijn en media vaardig zijn. Maar dat valt in de praktijk toch ook wel heel erg tegen. En ze zeggen ook van alles op die social media wat later nog wel eens een keertje terug kan komen. Iedereen is natuurlijk jong geweest. Maar dat zijn gewoon dingen waar je gewoon ook hier weer beleid op moet maken. Het hoeft helemaal geen obstakel te zijn als je het maar gewoon bespreekbaar maakt. Dan kom je eigenlijk hier een beetje uit. Het is een beetje wat dan mijn zeg maar workflow is. Ik heb hier PLN staan. Dit is een beetje mijn personal learning network. Nou, je hebt allemaal van die enorme afkortingen. Zijn er inmiddels verzonnen over dit soort dingen. Ja, dit is eigenlijk hoe ik hier leer en werk.
Ik heb het even onderverdeeld en dit kan je op allemaal verschillende manieren doen. Het is een mooie Venn diagram. En dat is hoe je informatie vergaart via blogs. Nou, ik werk zelf veel met RSS feeds, wat ik heel erg belangrijk vind. Ja, en wat voor tools heb ik dan nog meer? Je hebt al die informatie, nou, dan moet je ook wat met die informatie doen. Nou, veel van die informatie bij mij komt bij mij binnen via bijvoorbeeld Google Reader. Dat is een RSS reader. En dat kan je ook weer delen met heel veel andere mensen. LinkedIn bijvoorbeeld ook. Nou, je oude e-mail, YouTube, al dat soort dingen. Digo is voor mij heel erg belangrijk iets. Daarvoor sta ik mijn bookmark, zet ik allemaal notes, zet ik daarin. Daar maak ik allemaal lijsten bij, deel ik met groepen, noem maar op. Hey, dus dit is zeg maar informatie vergaren, informatie verwerken, maar ook weer informatie delen. Dat komt bij heel veel van dit soort tools komt het allemaal samen. Ik heb hier ook die Google Apps Suite. Ik blog ook. Dat is ook weer voor mij weer een manier om ook weer mijn gedachten te ordenen. Ik vind het belangrijk dat leerlingen ook zien dat je er ook mee bezig bent. Ik vind het leuk om met collega's te delen en met name dus ook voor mezelf. Je hebt ook gewoon nog zeg maar die oude Word of MS Office Suite. Daar produceer je dingen mee bij. Mindome is een mindmapping tool. Nou ja, kijk, je kan hier een heel aparte presentatie over dit soort dingen geven. Ik ben me heel erg bewust in ieder geval van hoe ik leer en hoe ik werk. Ik denk daar gewoon goed over na. Ik doe ook af en toe bewust een stukje terug van, is dit nog wel goed wat ik doe? Is het nog wel relevant wat ik doe? Vind ik het nog wel fijn om zo te werken en op deze manier ook te leren? En dit is eigenlijk, vind ik, wat we leerlingen ook bij moeten werken. Dat ze ook op maat ook een eigen PLN bijvoorbeeld gaan vormen. Een eigen personal learning network gaan vormen. En dat ze zich bewust zijn van al deze tools en al de mogelijkheden die zijn. En dat ze ook bewust die keuzes gaan maken. En los van inhoudelijke de kennisoverdracht, waar ik nog echt nog steeds een heel groot voorstander van ben. Ik vind dat het belangrijkste van onderwijs is dat je leerlingen en jongeren een intellectuele uitdaging biedt. En dat je ze ook echt heel scherp houdt met hele interessante informatie. Dat is even een ander verhaal. Dat zijn twee dingen die allebei heel belangrijk zijn. Maar dit vaardigheden idee, dat komt zo weinig terug in het onderwijs. En ik vind dat veel meer ook aandacht zou moeten verdienen ook. Dus informatie, delen, produceren, noem maar op. Nou goed, dit is in ieder geval even een voorbeeld hoe ik erover nadenk in ieder geval. Nou, dan heb je allemaal verschillende tools die ik ook allemaal gebruik en die je ook allemaal weer mooi kan inzetten. Ook weer in het onderwijs. Je kan dus leerlingen laten samenwerken via Google Docs. Nou, je hebt bijvoorbeeld in Google Docs heb je dan ook Google Images, Google Drawing. En dan kunnen meerdere leerlingen tegelijkertijd aan een tekening werken of aan een document of aan een spreadsheet. Je kan ze blogs laten schrijven. In plaats van een logboek kan je ze ook een online blog. Dat schrijft veel lekkerder. Ik vind die logboeken ook niet interessant. En ik vind een blog schrijven veel fijner en veel intuïtiever om te werken ook. Nou, je kan leerlingen wikisites. Je kan ze zelfs natuurlijk op Wikipedia een pagina laten aanpassen. Nou ja, dat is misschien wel even wat riskanter. Maar je kan zich ook een hele eigen wiki over een onderwerp laten aanmaken. En er zijn ook hele goede voorbeelden voor. Google Sites, PBWiki, Wetpaint, nou noem maar op. Ja, dat zijn allemaal eigenlijk sites gebaseerd op Wikipedia, maar dan voor je eigen persoonlijke gebruik. Visualiseren, daar ben ik een heel groot voorstander van. Dat doe ik nu ook. Ik heb Prezi hier ook niet voor niks ook zo bijgezet. Google Drawings, Poplet, nou, noem maar op. Dit zijn allemaal mooie voorbeelden van mindmaps en conceptmaps. Het zijn twee verschillende dingen. En dit geeft meer bijvoorbeeld een organisatie weer of een workflow, noem maar op. En een mindmap is echt gedacht vanuit een centrale gedachte. Ook Logster kan je mooie posters mee maken. Dit vind ik ook een hele mooie debate graph. Dat je een debat visueel kan weergeven. Edistorm, dat je van die online sticky notes hebt. En daar kan je ook heel mooi mee brainstormen bijvoorbeeld. En stel dat al je leerlingen allemaal gewoon een computer tot hun beschikking hebben. Nou ja, weet je, dan krijg je echt helemaal onwijs mooie. Stel dat je les van 50 minuten hebt, kan je hele mooie dingen naar voren laten komen. Nou, voor geschiedenis, tijdlijnen zijn erg belangrijk. Chronologie is de basis van geschiedenis, vind ik zelf. Nou,
Timeline heel mooi. Is geloof ik ook een Nederlands bedrijf trouwens ook. En het zijn ook andere Timeglider en Timetoast. Nou ja, er komen constant weer verschillende dingen bij. Er is een nieuwe, die had ik hier nog niet bij gezet. History Weave. En die maakt is een soort van mashup met Google Maps en ook met een tijdlijn. Google Maps, Tripline. Kan je heel mooi bijvoorbeeld routes weergeven, grenzen. Hè. Google Maps kan je ook helemaal zelf editen. Dat er een laag overheen komt. En dat kan je dus als opdrachten meegeven. En dan kan je weer hele mooie vakoverstijgende opdrachten maken. Met aardeskunde bijvoorbeeld. En ja, de mogelijkheden zijn echt gigantisch. En ook heel erg leuk. Video, nou Vimeo en YouTube. Hè, daar staat gewoon heel veel content op. Screener bijvoorbeeld, wat ik ook veel gebruik, kan je zelf maken. Gratis plaatjes, nou Picasa en Flickr bijvoorbeeld. Aviary en Picnic zijn dan meer van die online suites die gratis zijn, waarmee je foto's kan bewerken, plaatjes kan bewerken. Dan heb je echt van die Photoshop-achtige kwaliteit, met name Aviary. Onderzoek doen is ook erg belangrijk, met name ook in de bovenbouw. Nou, ik heb van deze ook allemaal wel gebruik gemaakt, maar Digo is voor mij nu mijn favoriet. Evernote is heel fijn, Delicious wordt waarschijnlijk weer beter. Het is allemaal van die bookmarking tools. Dat je niet je bookmarks meer alleen in Chrome of in Explorer hebt, maar echt online. Google Books, fantastisch. Er staat heel veel gewoon bijna full tekst online. Dus dat je het helemaal doet. Boeken redelijk helemaal vol kan doorzoeken. Google Scholar, dat er wetenschappelijke artikelen online staan. Google Forms, dat heb ik net al aangegeven. Je kan enquêtes kan je houden en dan heb je gelijk heel veel informatie die je gelijk kan verwerken. En dan kunnen ze weer mooie grafieken van maken. Nou, dan komt wiskunde ook weer om de hoek kijken. En je kan er zoveel mooie dingen mee doen. Leren met flashcards, WRTS en Quizlet wordt bij ons nu veel gebruik van gemaakt. Je voert gewoon wat woorden en begrippen in en definities. En nou, dan heb je gewoon dat allemaal klaarstaan. Dan kan je lekker gaan stampen met leuke spelletjes, ook nog bij Quizlet bijvoorbeeld. Een backchannel maken met Twitter en Socrative, wat ik net heb gedaan. Poll Anywhere. En Wifiti is dat je een mooie grafische weergave krijgt van je Twitter backchannel. Nou, het zijn heel veel tools. Gewoon even als voorbeeld van dingen die ik al gebruikt heb. En die je zelf ook kan gaan gebruiken. En zoals je al ziet, die mogelijkheden zijn zoveel groter dan alleen maar dat boek waar veel docenten toch gebruik van maken. Of misschien nog een dvd'tje of een PowerPoint presentatie. Maar dan houdt het al vaak op. Of een keer een webquestje online. Nou, dat vind ik achterhaald. En er is veel meer. En ik vind ook dat docenten en leerlingen ook recht hebben op veel meer. Games, wat moeilijker om toe te passen. Maar voor geschiedenis, Civilization bijvoorbeeld, Assassin's Creed. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar nog niet veel gebruik van gemaakt. Ik ga het wel doen. Civilization staat al heel erg lang op mijn lijst. Maar ga ik nu eindelijk volgend jaar ook mee aan de slag. Civilization 4. Assassin's Creed lijkt me ook heel leuk. Misschien dat ik daar een keer een filmpje van kan maken. En dat dan aan leerlingen kan laten zien. Het biedt een hele mooie... Assassin's Creed 2 biedt een hele mooie... biedt gewoon Renaissance Italië. Het is heel mooi nagemaakt. Ja, dat is fantastisch om daar dus ook iets mee te doen. Augmented Reality, bijvoorbeeld via Layer. En er zijn inmiddels ook wel tools om zelf heel makkelijk, zeg maar, die virtuele realiteit ook zelf daar neer te zetten. Dat ze via smartphones dan bijvoorbeeld een speurtocht kunnen maken. Nou, bijvoorbeeld Utrecht, langs de Dom bijvoorbeeld. Programmeren. Dat je ze ook zelf dingen laat maken. Nou, dit zijn twee voorbeelden, Kodu en GameMaker. Daar wil ik ook wat meer mee gaan doen, of in ieder geval als optie ook gaan aanbieden. En waarom zou je alleen maar zijn leerling een essay laten schrijven? Waarom zou je ze niet iets van een virtuele omgeving laten maken? Wat ook bijvoorbeeld iets historisch weergeeft. Hè? Dat je bijvoorbeeld met Luther als karakter hebt en Karel de Vijfde als karakter hebt. Nou, noem maar wat. Hè, dat zou je ook allemaal heel mooi kunnen weergeven in een game. En ik denk dat daar ook een enorme meerwaarde in zit. Ik denk dat games echt een enorme toegevoegde waarde hebben in het onderwijs. En ik hoop ook dat ik dat ook wat meer kan gebruiken en dat ook kan aantonen dat het ook zo is. Nou, er zijn natuurlijk gewoon nog
ouderwetse desktop tools waarvan je gebruik van kan maken. Nou, Acrobat gebruik ik veel gebruik van om PDF's te maken en te bewerken, noem maar op. Excel vind ik ook echt een fantastische onderschatte tool, ook in het onderwijs. Ik gebruik ze ook om toetsen te analyseren. En dat kan je ook weer als feedback aan de leerlingen meegeven. Je hebt bepaalde type vragen die je wel of niet goed hebt gedaan. Dat kan je hier allemaal uithalen als je het allemaal goed bijhoudt. En Excel is daar gewoon een fantastisch onderdeel van. Ik vind eigenlijk ook dat elke docent dat ook redelijk goed onder de knie zou moeten hebben ook. Nou, even nog wat praktische voorbeelden die ik gebruik. Flipping the Classroom, wat ik nu dus ook doe. Je maakt een presentatie in Prezi, bijvoorbeeld, kan ook van alles zijn natuurlijk. Die neem je op in Screener of een meer commercieel programma, omdat het soms wat langer moet zijn. En daarna zet je het op YouTube en dan heb je dus een les online. Dat kunnen ze terug op een gemakje terugkijken. En ze kunnen een keertje onder het hart lopen, op een iPod zetten. Tenminste, dat soort voorbeelden heb ik al gehoord. En het is dus, biedt de leerlingen zoveel meer de kans om gewoon op hun eigen tempo te gaan leren. Als ze het willen, dan kunnen ze het gebruiken. Willen ze het, vinden ze het overbodig, dan slaan ze het over. En natuurlijk is het nog heel erg leuk om gewoon verhalen te vertellen en sparren met leerlingen. Daar haal ik ook even mijn meeste voldoening uit in het onderwijs. Ik vind het ook heel leuk om die verhalen te vertellen. En zij vinden het ook leuk om die verhalen ook te horen. Maar het hoeft niet altijd. En je kan het ook uit de klas weghalen. En je, met name ook als ze nog een keertje terug willen horen. Op een eigen gemakje is het gewoon heel handig dat ze het nog een keer hebben. Dus het is helemaal geen pleidooi om de mooie verhalen uit het onderwijs en voor het klaslokaal weg te halen. Maar ook hierin kan je dus ook heel erg variëren. Nou, curriculumontwikkeling bijvoorbeeld, daar kan je ook bepaalde tools voor gebruiken die je dan, je hoeft niet eens bij elkaar te zitten, dat collega's en Edistore en Mindomo dat hele curriculum bij elkaar brainstormen bijvoorbeeld. Je haalt ook informatie bij leerlingen van Google Forms, noem maar op, en je houdt het allemaal online in Google Docs. En dat je niet allemaal weer bestanden naar elkaar toe loopt te mailen. Nee, iedereen werkt gewoon in één bestand en dat is er altijd. Dat is een hele andere, fijne manier van werken. En zo kun je al dit soort tools dus ook veel breder inzetten dan ook alleen maar in de les, maar ook gewoon in je eigen organisatie. Feedback geven, dat is hetzelfde idee als zeg maar dat flipping the classroom. Dus je hebt een Word document wat in is gestuurd en dan open je, dat lees je door, dat beoordeel je, open je screener. Dan haal je een verhaal, wat ik nu ook doe, dat zet je op YouTube, dat doe ik wel privé. En dan geef je feedback. Dus ik heb hier dan een voorbeeld van. Dit zijn gewoon even een paar voorbeelden die je kan doen. Nou, een andere, er wordt vaak geklaagd over social media en dat soort dingen. Nou, ik vind dat onzin. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn, maar dat het ook weer heel veel kansen biedt. Nou, dit is een voorbeeld ook weer voor geschiedenis bijvoorbeeld. Dit is een fake Facebook wall met allemaal historische gebeurtenissen. Ja, ik vind hem zelf echt hilarisch. Maar het leuke is dat als je het aan leerlingen laat zien, degene die er gelijk om begint te lachen, en dat is echt wel humoristisch, die snappen ook waar het over gaat. Maar dat betekent dus ook dat ze die kennis hebben en dat ze ook weten waarom het grappig is. Nou, dan ben je op een heel hoog niveau ben je dan al met geschiedenis bezig. En dit sluit aan bij hun belevingswereld. Dat heet Blinken. Zegt dat hij naar het theater gaat en dat John Wilkes Booth dit leuk vindt. Nou, dat is een tragisch gebeurtenis, maar het is wel heel grappig. Geschreven of dit soort dingen. En het gaat ook om de woorden die ze gebruiken. Dit is gewoon een moderne slang is dit. En maar dat het over zoiets serieus gaat als dit. Nou, die combinatie maakt het in ieder geval heel grappig. En ze snappen ook donders goed waar het over gaat, de leerlingen. En dit kan je ze dus ook zelf laten maken. Misien dat de taalgebruik voor sommige mensen iets te ver gaat. Nou, ik vind het in ieder geval op zich wel kunnen. Met name voor de bovenbouw moet je dit gewoon kunnen aanbieden. En je kan ook dit soort dingen dus zelf laten maken. Dus laat ze voornamelijk ook zelf zo'n fake wall gewoon maken als opdracht. Dat is weer eens wat anders ook dan weer dat essay. En ook nogmaals hier weer zeg maar de opmerking erbij. Ik ben een groot voorstander ook van essays laten schrijven en dat soort dingen ook. Dat doe ik ook heel veel. Dat laat ik ze ook heel veel doen. Maar er is ook zoveel meer mogelijk. Daar moeten ze ook meer gebruik van worden gemaakt ook. Nou, ik denk dus dat de revolutie dus zeker aan de gang is in het onderwijs. Voor alle redenen die ik de afgelopen
een paar minuten heb gezegd. En ik denk ook dat al deze dingen die ik heb genoemd, ook het onderwijs, dat enorme verandering aan de gang is. En dat je daar beter op kan inspelen dan dat je heel angstig in de koplampen kan kijken en wachten wat je overkomt. Het onderwijs heeft lang genoeg achter de feiten aangelopen, denk ik. Ik vind ook dat we zelf een beetje het heft in handen moeten nemen. En laten zien dat we met die verandering kunnen meegaan. En dat we ook heel erg goed, uitdagend en leuk onderwijs kunnen geven. En dat ICT daar een hele goede bijdrage aan kan leveren. Nou, ik hoop dat je er iets aan hebben gehad. En ook voor degenen die niet iets met UNIQ te maken hebben, dat het een beetje zinvol is geweest. En mocht je nog vragen hebben of zo, dan kan je die vooral via Twitter aan me stellen. E-mail me even of laat een opmerking achter. Op een blog of iets dergelijks. Ik ben redelijk veel online en daar kan je me altijd aan bereiken.